Welkom bij Spellenzonder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op My Father's Work, uitgegeven door Renegade Game Studios. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je een 3 uur mee bezig bent. En in dit spel kruipen wij in de huid van de volgende generatie van mad scientists die zich in een dorpje hebben gevestigd en daar hun experimenten gaan uitvoeren. En dat wordt gedaan over 3 generaties. En dat betekent dat we in totaal per generatie 3 rondes, 9 rondes gaan spelen. En elke keer als we keuzes maken, moeten we die op bepaalde momenten invullen. En beslist dat de koers van het dorpje waar we zitten, de dingen die er tussendoor gebeuren en hoe het verhaal zich uiteindelijk ontvouwt. Het doel voor de spelers is uiteindelijk degene te zijn met de meeste overwinningspunten. En die verdien je door experimenten te doen, maar ook bepaalde keuzes in het verhaal te steunen of juist bij weg te blijven. Maar laten we eens een blik werpen op wat er allemaal in de box zit. Het spel is bedacht door T.C. Petty III en wij krijgen de spelregels in het Engels. En de regels zijn prima opgezet. De regels op zichzelf zijn ook niet al te complex. Het is in de basis een worker placement spel met prima voorbeelden. En daaromheen is een verhaal geborduurd wat je meeneemt in wat er allemaal gebeurt. Reference op de rug. Voor elke speler zijn of haar mentioned. Spelersbordje, wat je erft van je ouders, wat je langzaam gaat uitbouwen en waar je experimenten gaat doen. Verder krijgen wij het hoofdbord, wat bestaat uit een aantal puzzelstukken die we in elkaar zetten. En die vormen het dorp, het scorespoor en een aantal andere sporen die het een en ander bijhouden. We krijgen dit boek waarin de verschillende dorpen staan die we kunnen krijgen en hoe die zich ontwikkelen. En afhankelijk van onze keuzes gaan die bepaalde kant op. En een prachtige inlay met daarin de verschillende speelfiguren die we kunnen gebruiken. De componenten voor de spelers, een aantal markers om het een en ander bij te houden. Een fantastische tray met de ingrediënten. We krijgen letterlijk glazen flesjes. Wat een van de ingrediënten is die we nodig hebben voor onze experimenten. En zelfs de kurkjes kunnen er gewoon keurig af. En dit is natuurlijk de Kickstarter Luxe Editie. Met metal coins, metalen tandwielen, de beanie diertjes en alles. Maar het ziet er geweldig uit. We krijgen 3 scenario's waar we mee kunnen gaan spelen. En die zorgen voor andere gebeurtenissen. De verschillende upgrades voor onze mansions. En dit rek met de experimenten die we kunnen gaan doen. En nog een paar andere kaartjes, zoals het Uber-experiment wat je over de generaties probeert te voltooien, waar je een bakpunt mee kan scoren. En ideeën, eigenlijk bonuspuntenkaartjes en slecht nieuwskaartjes. En voor elke speler een reference kaart. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 3 spelers. Elke speler neemt die estate, het spelersbordje. Je begint met 4 markers op het begin van de 4 knowledge tracks. Iedereen krijgt een start tegeltje, dat is de storage shed. Die plaats je op de eerst beschikbare locatie. En je krijgt nog 1 tegeltje van de level of de generatie 1-2. Verder krijgen we in onze mansion een caretaker. Onze zelf en een spouse. En in de lost zetten we een 2e caretaker en 2 servants. Iedereen plaatst een marker op het scorespoor, het insanity spoor en het creepy spoor. En dan leggen we binnen handbereik de grondstoffen. We schudden de tegeltjes met de kamers. Er worden de 4 opengelegd. We leggen de experimenten met gesorteerd op A, B en C geschud klaar. Hier leggen we de Vanity Estate upgrade tegeltjes gesorteerd op naam. En we schudden de compulsion kaarten, dat zijn de kleine, en de maladjustment kaarten. En die hebben we later nodig. Verder hebben we nog wat story kaartjes neer. En iedereen krijgt een zogenaamd masterwork experiment. Willekeurig of je mag ze uitkiezen omdat je het plaatje leuk vindt. En verder natuurlijk een reference en we kiezen 1 van de scenario's. We hebben de app nodig om te spelen. Je geeft aan een nieuwe spel. Dan krijg je, wil je een mannelijke of een vrouwelijke stem. Sommige gedeeltes van de app, en de app is nog in ontwikkeling, hebben we gemerkt, worden voorgelezen. Nou, wil je dat dan door een man of een vrouwelijke stem voorgelezen willen hebben. Dan geef je aan hoeveel spelers. En elke speler moet een naam geven. Want op bepaalde momenten tijdens het spel ga je keuzes maken. En sommige spelers maken die keuzes. En dat geef je dan vervolgens in
de app aan. Dus ik ben bijvoorbeeld speler nummer 1, Nox, hoppata. En dan krijg je een klein verhaaltje erbij. Welkom family. Nou, de tweede natuurlijk, hoppata, wordt onze grote vriend Googly Eyes. En als je de spelers hebt ingevoerd, dan mag je het dorp waar wij naartoe trekken om onze experimenten uit te voeren ook nog een naam geven. Nou, laten we dat dan eens doen op de spellenzolder. Vervolgens vraagt de app welk scenario we gaan spelen. Ik kies The Cost of Disease. En dan krijgen we een eerste setup tip preparations. Nou, de standaard setup hebben we net gedaan. We krijgen hier te horen in het scenario waar de mob marker moet beginnen. En die gaat ook aangeven hoe het dorp er aan het begin uitziet. En zoals ik al zei, sommige gedeeltes worden voorgelezen. En ik kan jullie nu al vertellen, de mannelijke stem is aan te raden boven de vrouwelijke stem. Niet dat ik iets tegen vrouwen heb, maar die leest als een mitrailleur. En omdat ik niet te veel van jullie speelplezier wil bederven, ga ik niet verklappen wat er uit deze box tevoorschijn komt. En wat er precies gaat gebeuren. Dat wordt hier keurig in de app aangegeven. Het is heel belangrijk om de app secuur te lezen en stap voor stap te doen wat er staat. Want als je iets mist, hebben we gemerkt, kun je slecht terugbladeren. Soms ben je het gewoon kwijt en als je het dan niet goed uitgevoerd hebt, is het niet meer mogelijk om te corrigeren. Dus neem je tijd om rustig de setup, de regels, de dingen die aangegeven worden vanuit de app te lezen. Nou, in dit geval moeten we kaarten uit deze box halen. We krijgen allemaal een kaart, er gebeuren bepaalde dingen. We moeten een special up doen, er komt een actiemarkertje op vakje 3 van het insanity spoor en op vakje 4 van het creep spoor. Deze story markers geven aan dat er dan een gebeurtenis plaatsvindt als iemand zo gek wordt of zo creepy. Hier wordt aangegeven wat de startpositie is van de suspicion marker. In dit geval komt de suspicion marker, dat is deze roze op 7. En daarnaast, links naast, komt altijd de mob marker. Dit is eigenlijk gewoon het einde van het spoor van de mob. Je kunt de mob soms weer tevreden maken, zodat naar rechts gaat of zo de boze, dan gaat hij naar links. Maar je kunt nooit voorbij de suspicion marker. Dus dat is gewoon een dead stop. Verder geeft de app aan wie de startspeler is. En die geeft ook nog wat andere bonusjes aan. Voor het voorbeeld ben ik gewoon even de startspeler, maakt niet zoveel uit. En dit is eigenlijk het scherm wat je standaard zal zien. En dat geeft een aantal dingen weer, een aantal spelregels die voor dit scenario van toepassing zijn. We hebben het als opdracht dat we een ziekenhuis moeten bouwen, want we spelen The Cost of Disease, er is een vreselijke ziekte in het land, die moeten we gaan bestrijden. Nou, je hebt de twee story markers op deze twee tracks geplaatst. Die kun je hier zo, als je ze bereikt, aanklikken en dan krijg je een verhaaltje. En hier onderaan hebben we een second round event. En in dit geval is dat election season, dan krijgen we de mogelijkheid om een burgemeester te stemmen. Onderaan zie je balkjes en die geven aan hoe ver je bent per generatie. Dus dit is generatie 1, eerste ronde. En we spelen in totaal 3 generaties en elke generatie spelen we 3 rondes. Daar ga ik niet te veel van verklappen, want dat is redelijk voor zichzelf sprekend en hartstikke leuk om te ontdekken. Maar ik ga je natuurlijk wel meenemen door hoe het spel daadwerkelijk gespeeld wordt. Dus laten we maar eens een spelletje gaan spelen. Ik wil niet te veel verklappen vanuit dit boek, maar je hebt per scenario een aantal steden en locaties die je kunt krijgen. Ik ga er gewoon even eentje uithalen, zodat jullie in ieder geval een klein voorbeeld hebben. En dat zijn de dorpsacties waar we naartoe kunnen gaan. Beginnend met de startspeler en dan met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En als je aan de beurt bent, ga je gewoon een van jouw workers op pad sturen. Nou, je hebt verschillende soorten bases op je workers zitten en die bepalen waar ze heen mogen. Zo heb je bijvoorbeeld jouzelf. Jij mag overal naartoe. Je mag acties doen binnen jouw eigen mansion, jouw estate. En je mag ook acties doen op het speelbord. Dan heb je je spouse. En die herken je aan de circle base met die stipjes eromheen. Die wordt voor het inzetten op de verschillende posities gezien als een gewone servant. Die ook een ronde base heeft, maar dan zonder die uitsteekseltjes. Dus die mag ook acties binnen de estate doen en acties binnen het dorp. De caretaker, die mag alleen maar acties doen, dus de vierkante base binnen jouw estate. Die kun je niet naar het dorp sturen. Verder is er geen beperking. Als ik al bij een gebouw sta, mogen andere mensen ook naar datzelfde gebouw toe. Alleen dan kost het je
één munt en die moet je gewoon aan de bank betalen. Ook als er meerdere spelers staan, maakt niet uit, twee spelers, kost het je gewoon één munt. Uiteraard als je naar een locatie gaat waar figuurtjes van jou staan, dan hoef je die kosten niet te betalen. En verder is er nog iets heel belangrijks om te weten over jouzelf. Jij bent natuurlijk het belangrijkste figuur waar het om draait. Jij kan naar elke locatie altijd gaan en jij hoeft niet te betalen. Plus, als jij naar een locatie gaat, doe je de actie twee keer. Tenzij hier bovenaan, heel klein in een hexagon, een keer 1 staat. Dat betekent dat zelfs als je er zelf naartoe gaat, zoals dit figuurtje heet, dat heet zelf, kun je die actie geen twee keer doen, die doe je maar 1 keer. Maar alle andere acties, als ik hier naartoe zou gaan om de mob weer naar rechts te werken, dan doe ik dat, als ik daar zelf naartoe ga, 2 keer. Maar dat over de verschillende karakters. Hoe ziet een ronde eruit? Je hebt de start van een generatie. Daarna gaan we 3 keer een ronde spelen waarin we onze figuurtjes op pad sturen om grondstoffen te halen, onze mansion uit te bouwen, experimenten doen, etc. En als we klaar zijn, dan hebben we het einde van de generatie. Nou, wat gebeurt er aan de start van een generatie? Aan de start van een generatie krijgt elke speler een setje kaarten, een setje experimentkaarten, een setje van A, B en C. En dat zijn verschillende experimenten die je kan gaan doen. En die hou je zo jezelf verborgen. En dat is eigenlijk hetzelfde als het master experiment. Die werken op dezelfde manier. Gaan we natuurlijk zo meteen verder naar kijken. Maar aan het begin van de generatie krijg je een A, een B en een C. En je gaat effecten uitvoeren die zeggen at the start of each generation. Zoals onze toolshed die zegt at the start of each generation gain 1 resource of your choice. Als er over resources gesproken wordt, hebben we het altijd over flesjes, lijken, dieren en tandwielen. En dan ga ik natuurlijk eventjes kijken wat heb ik nodig. Ik heb bijvoorbeeld Divining from the Tarot. Daar heb ik een lijk voor nodig. Dus ik kies ervoor om deze resource te nemen. De andere spelers doen hetzelfde, want iedereen begint met een storage shed. Maar later kun je misschien extra gebouwen krijgen die je extra opties geven aan het begin van een generatie. En als we dat gedaan hebben, dan begint de eerste ronde. En aan het begin van elke ronde krijgt elke speler 3 geld. We zijn allemaal nakomelingen van een rijke familie, dus we krijgen ons zakgeld als het ware. Zo, allemaal 3 geld. En aan het begin van elke ronde mogen wij 1 kaart pakken uit het rek. Misschien dat ik nog een A-experiment erbij wil hebben. En zo kiest iedereen nog een extra kaart. Daarna gaan we de acties uitvoeren. En dat gaat net zo lang door totdat iedereen al zijn of haar actieve, beschikbare figuren op pad heeft gestuurd. Gaan we zo meteen kijken. En aan het einde van de ronde dan worden alle servants die je hier op bepaalde posities op de Insanity Track hebt moeten neerzetten, die worden weggehaald en die gaan naar de Lost. Alle andere die je gebruikt hebt in het dorp of in je estate, die komen weer terug in jouw quarters. Dus die kun je de volgende beurt weer inzetten. Je gaat de startspeler met de klok mee doorgeven aan de volgende speler. En de onderste 2 van deze gebouwen worden weggehaald en de markt wordt weer verder aangevuld. En dat gaan we 3 keer doen. Dat doen we in de early, de middle en de late. En aan het einde van een generatie, en dat is heel belangrijk om te weten, daarom ga ik niet eerst alle acties uitleggen. Zodra we de 3 rondes gespeeld hebben, dus 3 keer geld gekregen, 3 keer een kaart mogen pakken, 3 keer onze speelstukken inzetten om van alles en nog wat te doen, 3 keer het einde van een ronde, dan komen we aan het einde van een generatie. En dat betekent dat je 1 van alle niet voltooide experimenten die je nog op hand hebt, mag meenemen naar de volgende. Daar is je mastermind niet bij meegeteld. Je mag 1 van de experimenten die je voltooid hebt bewaren. Die gaat mee naar de volgende generatie, dus dat is handig, want ik zal zo meteen uitleggen dat je de experimenten heb je in A, B en C en die moet je opbouwen. Je kunt niet gelijk met C beginnen, die hebben een soort piramide nodig. Dan moet je minstens 1 keer een A hebben gedaan en 2 keer een B voordat je mag beginnen met een C-experiment. Nou, als je dat soort dingen opslaat, dan kun je de volgende generatie al een kleine start geven. Dan reset je eigenlijk het spel weer, dus je zet jezelf, je spouse en je caretaker weer terug op je mansion. Want tijdens het spel kun je misschien nieuwe figuurtjes vrijspelen. Die ben je allemaal kwijt. En je begint gewoon weer met het drietal waar we nu ook mee beginnen.
Je moet alle resources, al het geld en alle gevoltooide en onvoltooide experimenten, dus die je niet hier hebt apart gelegd, moet je wegleggen. Dus je bent alles kwijt. En je creep en je insanity worden ook weer gereset naar nul. En dat is heel belangrijk om te weten. Want dat betekent dat je, als je heel veel grondstoffen en goederen hebt, niks gaat mee naar de volgende generatie. Dus als we naar de generatie 2 gaan, beginnen we gewoon weer zoals nu met 3 figuurtjes. Het enige wat we houden, 6 eventuele knowledge die we gedaan hebben, die markers blijven staan. We hebben 1 voltooid experiment hier liggen, want dat mochten we meenemen. En dan gaan we gewoon weer naar het start van de generatie. We krijgen een nieuw setje A, B en C. We krijgen eventuele bonussen die zeggen aan het begin van de generatie krijg je X. En dan begint hij weer van nul af aan. Dus dat is even belangrijk, dat je niks mee kan nemen. Oké, wat voor acties hebben we? We gaan eerst maar eens kijken naar het dorp. En de dorpsacties zijn relatief simpel. Hier hebben we een aantal locaties waar we goederen kunnen krijgen. Je kunt hier een flesje krijgen. Dus als je daar naartoe gaat, krijg je een flesje. Hier kun je een tandwiel krijgen. Hier kun je een beestje halen. En hier links onderaan krijg je een wild cube. Dat noemen ze occult. En daar zie je dit Frankenstein symbooltje voor staan. Dat is het creep symbooltje. Als je dat doet, ga je 1 stapje vooruit op het creep spoor. Hoppata. En dat is op zich niet erg, maar zodra jouw creep op of voorbij de mob gaat, dan ben je zo eng dat het dorp je niet meer vertrouwt. En dat betekent dat je geen acties meer mag doen in het dorp. Dus dan mag je niet meer naar het dorp toe. Dus daar moet je even rekening mee houden. Hier zo kunnen wij graven in de begraafplaats. Dan kunnen we lijken opvissen om op te experimenteren. Dan krijgen wij ook 1 creep voor. En de mob houdt er niet zo van als je de voorouders opgraaft. Dus die beweegt dan 1 naar links. Nou, bij de town hall kunnen we de mob weer wat geruststellen door een goede toespraak te geven. De kerk is voor dit scenario. De kerk is het enige gebouw waar je naartoe zou mogen gaan. Zelfs als je creep marker voorbij de mob is. En als je daar naartoe gaat, dan kun je 0, 1 of 2 geld betalen om 1, 2 of 3 stapjes met je creep weer terug te gaan. En daar krijg je ook hartjes voor. En die hartjes zijn voor dit scenario, ga ik niet uitleggen. Bij tot slot de Builder's Office mag je een gebouw bouwen. Je kiest 1 van de openliggende gebouwen. Daar staat een prijs op. Die betaal je aan de bank. En vervolgens bouw je dat gebouw. Wederom hierbij, als er zo'n creep symbooltje op staat, dan moet je een stapje vooruit gaan op het creep spoor. En dan plaats je hem op de meest linkervrije positie van jouw mansion. En je zult zien hoe verder je gaat, dat sommige vakjes van je mansion hebben dus ook nog een prijs erin afgebeeld. En die zou je er dan ook bij moeten betalen om daarop te kunnen bouwen. Kun je dat niet betalen, dan mag je uiteraard deze actie niet uitvoeren. En onthoud hierbij dat je dus met jezelf de actie 2 keer zou kunnen uitvoeren. En bij de markt, nadat je gekocht hebt, dan vul je hem weer aan. Zodat er weer aanbiedingen liggen voor de volgende spelers. Dan hebben we de acties in onze eigen mansion. Hier onderaan hebben we de Estate Affairs. Dan mag je 3 experimentkaarten pakken en er 1 van houden. Dus je kunt gewoon uit de markt 3 experimenten pakken. En dat mogen zelfde of verschillende letters zijn. En je kiest er 1 die je wilt houden. Of alternatief kun je ervoor kiezen om 1 geld te nemen. Hier kun je knowledge gaan recorden. En dat is stapjes vooruitgaan op dit spoor. En dat is gewoon heel erg prettig, want dat geeft je korting op experimenten. En kleine bonusjes of ja, soms penalties. De kosten zijn 1 figuurtje er naartoe. En je betaalt dan voor de eerste kolom kost het je 1 blokje. Tweede kolom 2 blokjes. Derde kolom 3 blokjes. En dat moet altijd in de matching kleur zijn. Deze kleur is wild. Dus die kun je gebruiken voor van alles en nog wat als het gaat om experimenten. Maar als je hier zo wilt bewegen, moet je om op het gele spoor vooruit te gaan een geel blokje inleveren. Dan kun je niet het jokerblokje gebruiken. Maar ik heb een wild, dus ik kan zeggen van nou, ik doe deze actie. Ik betaal 1 blokje, want het eerste stapje kost 1 blokje. Ik ga hier naartoe. Ik zet hem 1 vooruit. En vanaf nu, elke generatie die ik, nieuwe generatie ik start, die krijgt al gelijk 1 creep. Dus de occult, daar zijn ze niet zo heel erg happy mee. Een ander iets wat belangrijk is om te weten, als je occult gebruikt om experiment te doen,
Voor elk occult blokje wat je gebruikt in een experiment, dus als je zo'n experiment gaat voltooien, gaan we zo meteen kijken deze actie, ga je ook, staat hier ook weergegeven, één stapje vooruit op het insanity spoor. En dat levert aan de ene kant kleine bonusjes op en aan de andere kant kleine penalties. Want je wordt steeds gekker en dan denken in het begin de mensen dat je een genie bent, maar later worden ze toch echt wel een beetje bang voor je. Maar hier kun je dus een stapje vooruit gaan op het spoor door de overeenkomstige hoeveelheid blokjes te betalen. Plus je mag een aantal kaarten, experimenten uit je hand afleggen en daarvoor nieuwe pakken. Gelijk aan het aantal blokjes wat je ingeleverd hebt. Dus ik zou nu één stapje gedaan, één blokje betaald, één kaart uit mijn hand mogen afleggen om een ander experiment te pakken. Maar dat wil ik in dit geval niet doen. Daarbij zien jullie hier, zowel als bij de experimenten, dat als je daar een figuurtje naartoe stuurt met een ronde base, die zijn niet zo blij met dit soort gekke experimenten. Die worden ook gek. Die gaan aan het einde van je beurt niet terug hier naar je quarters, maar die gaan terug naar de lost sector, dus die ben je kwijt. En hetzelfde geldt voor hier, als jij jouw servants op pad stuurt om experimenten te gaan doen, doen ze, maar daarna gaan ze gillend gek het bos in, dus daar moet je even rekening mee houden. En de laatste optie is, je kunt een experiment gaan doen, daarvoor heb je twee figuurtjes nodig. Wederom als je ronde bases gebruikt, dus servants of spouses, kan, maar die gaan niet terug naar je quarters daarna, maar die worden gek. En dan mag je een experiment doen. En je mag een A-experiment altijd doen. Als je een B-experiment wil doen, moet je minstens alvast een A hebben liggen. Dat kan of vanuit een vorige generatie of een van de andere gecompleteerde zijn. En hetzelfde geldt als je een C-experiment wil doen, moet je minstens twee B-experimenten hebben gedaan. En om je master-experiment te weten te voltooien, moet je een A hebben, twee B's en drie C's. En dan pas mag je je master experiment doen. Zoals dat ook keurig bovenaan in dit rode vlaggetje waar de kost in staat vermeld is. Nou, wij gaan gewoon een basic experiment doen. Ik ga de early blood ritual doen. Ik begin gewoon met een A. Daarvoor moet ik één coffin inleveren. En dan staat hier onderaan wat je krijgt. Een overwinningspunt, twee blokjes occult. Ik word een stapje gekker, dus ik ga vooruit op het insanity. En ik krijg een nieuw A-experiment terug. Dus ik betaal de coffin. Ik krijg één victory point. Ik ga hier één stapje vooruit. Ik krijg twee blokjes occult. Hoppata, die leg ik bij me neer. En ik word één stapje gekker. Nou, als je een stapje doet op het insanity spoor, handel je af wat erboven zit. In dit geval krijg ik een compulsion kaart. Dat zijn deze kleine paarse kaartjes. En dit zijn spontane ideeën die je hebt, waardoor je extra punten kan scoren. Eigenlijk zijn het bonus score kaartjes. Daar staat een stukje flavor op. Een opdracht, must upgrade your estate. En hoeveel punten je krijgt op het moment dat je dat daadwerkelijk doet. Je kunt dit kaartje niet scoren met het experiment wat je zojuist voltooid hebt. Want je doet experiment voltooien en dan krijg je eventueel insanity en dan die kaart, dus dat is voorbij. Die leg je gesloten voor je neer. En ik krijg een nieuw A-experiment, dus ik pak een nieuwe A-experiment kaart en die voeg ik toe aan mijn hand experiment kaart. Mocht ik dus op een later moment mijn estate upgraden, dan kan ik zeggen van ik heb nu een upgrade gedaan aan mijn estate. Laat aan iedereen zien. En die leg ik voor me neer. En dat zijn extra victory points die je aan het einde van het spel gaat scoren. Twee stuks of je zet ze gelijk bij. Afhankelijk van hoe je het wilt doen. En het A-experiment dat hou ik vast. Want dat helpt me dat ik vanaf nu B-experimenten mag doen. En dat zijn eigenlijk de opties die je hebt. Nou, je zult in het begin niet zo heel veel kunnen doen. Aangezien je maar een beperkt aantal figuurtjes hebt. En zodra iedereen al zijn of haar figuurtjes heeft geplaatst, dan is de ronde voorbij. En dan gaan we kijken of er iemand insane is geworden. Nee. Zijn er mensen vanuit kamers in jouw estate insane geworden? Nee, in mijn geval niet. Dan hoef ik niks naar Lost te sturen. Dan gaat de rest weer terugkomen naar de quarters. We gaan de startspeler doorgeven aan de volgende speler. En we discarden de onderste twee upgrades en we leggen er weer twee neer. Ik doe dit nu zo. Officieel, als je klaar bent met de ronde, dan klik je hier onderaan End of Round. En dan gaat de app zeggen wat je moet doen.
die zal aangeven, voer nu die end of round uit. En voer nu de start of a round uit. Dan krijgen we weer geld. En die volgorde is belangrijk, want dat betekent dat je soms wel geld krijgt voordat er iets gebeurt en soms niet. Maar ik doe het nu eventjes volgens het kaartje, maar de app geeft diezelfde dingetjes aan. Nou, dan zijn er nog een paar dingetjes belangrijk om te weten. De creep track heb ik uitgelegd, hoe verder je gaat op de creep track. Niks aan het handje, maar als je voorbij of op het vakje komt met de mob, dan kun je geen figuurtjes meer naar de stad sturen, tenzij in dit geval de kerk, waar we altijd welkom zijn. Deze tracks geven je bonussen en als je op het laatste vakje van zo'n track komt, dan krijg je een Vanity Estate tegeltje. Dat is een van deze bonus tegeltjes. Die mag je pakken, je plaatst hem, moet je nog steeds betalen als dat een vakje is waar kosten in staan. En die geven je bonussen. Je kunt nooit twee keer dezelfde kamer in je estate bouwen. En dan hebben we hier onderaan nog de Insanity Track. En de Insanity Track geeft je aan de ene kant compulsions, dus leuke ideeën waar je punten mee scoort. Soms ook creep. En als je te gek wordt, dan gaan mensen bij je wegrennen. In dit geval waar mijn spouse zich ook bevindt bij een actie in de Lost of nog in de Quarters, dan moet ik haar hier neerzetten en aan het einde van de ronde gaat zij de Lost in. En hier zo raak ik servants kwijt. Hier moet ik een upgrade van mijn estate weggooien. En als ik hier sta en ik ga nog een keer gekker worden, dan verlies ik 3 overwinningspunten. En dan kom ik hier weer terug, krijg ik weer een compulsion kaart en moet ik weer een kamer uit mijn estate afbreken. Dus je moet daar niet te gek worden. Plus, aan het einde van elke generatie ga je kijken hoeveel van dit soort compulsion kaarten heb je nog op hand. Niet voltooid, maar op hand. En voor elke 2 die je hebt, krijg je een maladjustment kaart. En maladjustment kaarten en porties ellende die invloed hebben. Nou, eigenlijk ben je zo bizar dat je volgende generatie, dus jouw kinderen, last hebben van de dingen die jij gedaan hebt. En dat staat hier gewoon op uitgelegd wat je dan moet doen. Maar dat ga ik lekker niet verklappen niet. Maar op die manier spelen we ronde na ronde. En na 3 rondes is er een generatie voorbij. Gaan we naar het einde van de generatie. Beginnen we de volgende generatie. Reset, raak je alles kwijt. Je mag 1 van je experimenten. Misschien dat ik ondertussen wel een B heb kunnen voltooien. Dus dan sla ik 1 van mijn experimenten op. Die schuif hieronder. Heb je alvast een B-experiment in de 2e ronde. Aan het einde van de 2e generatie mag je er weer eentje bijleggen. Zo kun je een beetje toewerken naar die master experiment. Want dat is best wel pittig om die voltooid te krijgen. En zo spelen we dus in totaal 9 rondes. En daarbij is het heel belangrijk dat je steeds de app erbij gaat houden. Die laat ik nu een beetje buiten spel, omdat ik niks wil verklappen. Maar die geeft natuurlijk aan wat ons doel is per generatie. En als we dat halen, hebben we bonusjes. Als we het niet halen, hebben we penalties. En als we iets A doen, dan gebeurt er iets. En als we iets B doen, gebeurt er iets. En dat maakt dat het niet alleen worker placement is, maar ook een heel verhaal wat aan elkaar gewoven wordt. En hoe we door de generaties heen alles zien groeien of afbreken, afhankelijk van onze acties. Maar zo spelen we in totaal 9 rondes, 3 generaties. En aan het einde van het spel gaan we kijken wie de meeste punten heeft. Je krijgt dan nog wat bonuspunten uit bijvoorbeeld sommige gebouwen en gebouwenkaarten. Elke kamer die je gebouwd hebt aan het einde van het spel is ook nog een puntje waard. En uiteindelijk degene met de meeste punten is de winnaar van My Father's Work. En zo wordt het spel gespeeld. My Father's Work is een fantastische variant op een worker placement. De basis is natuurlijk gewoon een worker placement spel en in die zin is het ook relatief eenvoudig. Je hebt 3 workers die je op pad kan sturen naar acties binnen jouw estate, acties in het dorp. Maar wat dit spel bijzonder maakt is het verhaal eromheen. De keuzes die je maakt binnen een generatie werken door op de volgende generaties. En als wij slechte keuzes maken als groep spelers, dan hebben we daar met z'n allen ook last van. En misschien sommigen wel meer dan anderen. En aan de andere kant, als we ons best doen om, zoals in deze eerste setup, misschien dat ziekenhuis te realiseren, dan komt er misschien een veel betere tijd voor het dorp waar wij ons in gevestigd hebben en hebben we daar met z'n allen profijt van. Maar dat is ook gelijk het hete hangijzer, want je wil natuurlijk aan de ene kant zelf je experimenten voltooien, je steeds bouwen en je keuzes doen. En je hebt niet zo heel veel workertjes, dus ja, dat is niet altijd even makkelijk. En aan de andere kant wil je natuurlijk ook het algemene doel behalen. Maar je zult merken dat je eigenlijk, zoals in een goed worker placement spel in mijn optiek,
altijd acties tekort komt. Je wil altijd meer doen dan waar je mogelijkheden voor hebt. En dat is een balans en afweging die ik altijd heel erg tof vind. De integratie van het spel met de app vind ik ook in die zin goed gedaan. Tijdens het spelen ben je gewoon lekker met het spel bezig. En tussen de verschillende rondes en generaties in, dan gebeuren er de dingen in de app. Dus dat bijt elkaar in die zin niet. Ik heb wel een paar minpunten wat betreft de app. Allereerst wat ik al zei, je kunt niet makkelijk vooruit en achteruit. Daar zouden ze een les kunnen nemen van Chronicles of Crime, waarbij je letterlijk vanaf de eerste tekstballon tot het einde alles heen en weer terug kan zien wat er precies gezegd is. Hier heb je heel vaak onzichtbare muren dat je niet verder terug kan. Dus als je dan iets gemist hebt, dan is dat niet meer terug te zoeken. Plus ze hebben ontzettend pretentieus taalgebruik. Dus als je niet zo goed bent in Engels, of zelfs als je goed bent in Engels, dan nog gebruiken ze woorden waarvan ik zeg, nou, dat is pittig Engels. En dat vind ik zonde, want dat doet eigenlijk afbreuk aan het plezier van het verhaal. Ze zijn meer bezig met hoe kan ik het, en natuurlijk, ik snap het, we zijn de kinderen van gekke genieën, mad scientists, dus daar zit natuurlijk, en we zijn de elite, de rijke lui vanuit die bij het dorp wonen in de buurt, in die grote kastelen. Maar verhaaltechnisch is het gewoon jammer, want je zou het veel beter en korter en leuker kunnen omschrijven, waardoor je iedereen meekrijgt in het verhaal. En de verhalen maken wel dat je 3 uur bezig bent met effectief 9 rondes worker placement. En dat is ook niet voor iedereen even weggelegd. Aan de andere kant, de vormgeving, de opties die je hebt, de keuzes die je maakt en de verschillende manieren waarop je met acties en upgrades van je estates en experimenten door de rondes heen rolt, geven je wel veel mogelijkheden. Het andere zwakkere punt is, er zit een geluksfactor in. Ik heb ervaren dat het soms krijg je experimenten die naadloos op elkaar, op elkaar aansluiten. Dus de waardering die je krijgt voor een A-experiment is eigenlijk alles wat je nodig hebt om je B-experiment te doen. En wat je met je B-experiment doet, daarmee kun je grondstoffen weer gebruiken om uiteindelijk naar je C-experiment te gaan. En soms heb je allemaal experimenten die haaks erop staan, dat je soms niet een enkele ronde, maar letterlijk een hele generatie aan het stoeien bent om wat voor elkaar te krijgen. En die geluksfactor, die vond ik wat minder. Maar aan de andere kant heb ik gemerkt dat de scores aan het einde van het spel toch wel weer akelig dicht bij elkaar liggen. En dat vind ik dan wel weer mooi om te zien dat uiteindelijk iedereen een goede kans maakt op de overwinning. Ongeacht de verschillende keuzes die je maakt en de voor- of tegenslagen die je pad kruisen. Maar je zult wel hier en daar wat moeten inzetten om in ieder geval bij te blijven. De vormgeving, ja, daar kan ik kort over zijn, die is spectaculair. De kleine flesjes die je erbij krijgt als gewoon simpel, dit is een van de ingrediënten, fantastisch. Maar ook gewoon de manier waarop het speelbord werkt met het boek, een uitsnijden waardoor je die ringband erin legt en dan ligt dat ook gewoon echt gedegen. En ook de uitsparingen van je bordje waar je tegeltjes in legt, de verschillende figuurtjes die je erin en uit plopt, zodat je je eigen custom legertje aan servants kan maken. En alles ziet er gewoon fantastisch uit. En dat alles bij elkaar maakt My Father's Work tot een bijzondere worker placement. Ik vind hem erg goed in elkaar steken. In de zin van dat ik het een toegankelijk spel vind in de basis. De acties zijn duidelijk, makkelijk te begrijpen. En je wordt beperkt, dus je moet keuzes maken. Ik vind het tof hoe dat met een verhaal verwoven is. En dat de keuzes die je maakt doorwerken naar een volgende generatie. En als je het spel opnieuw speelt, het eerste scenario heeft geloof ik wel 8 verschillende eindes. En zelfs al zou je alle 8 einden hebben gevonden, dan is het spel qua herspeelbaarheid ook nog prima. En je hebt al in de base game 3 boxes zitten. Dus er zit nogal genoeg variatie in om potjes te spelen. En het zwakkere punt wat ik zeg is dat de app, daar is duidelijk wordt nog aan gewerkt op de achtergrond. Want een andere speler uit de groep die had ook al een hoofdstuk gespeeld. En toen was er nog niet eens een verteller. Nou, die is ondertussen voor sommige stukken erbij. Ik vind het jammer dat ze de tekst zo in moeilijk Engels geschreven hebben. Dat doet afbreuk aan de sfeer en het plaatje wat je neer wil zetten. Want je bent meer bezig met van, wat wordt er nou eigenlijk gezegd? Of mensen zonen gewoon uit, want het is toch niet te volgen. En de geluksfactor, welke gebouwtjes op welk moment komen, welke experimenten je kreeg.
wat ik zeg, ondanks dat hij uiteindelijk wel balanceert in het einde, dat het niet echt iemand is die er bovenuit stak, in ieder geval niet in de spelletjes die ik gespeeld heb, voelde dat toch een beetje van, ik kan het hier meer uit kunnen halen, maar puur omdat bepaalde dingen niet rollen op de manier zoals ik ze wil en ik beperkt word in de mogelijkheden die ik daarin heb om dat te manipuleren, heb ik bijna een generatie verpest met een beetje aanrommelen. Vond ik wat zwakker. En dat alles maakt dat het net niet het sensationele spel is wat ik had gehoopt dat het zou zijn. Het is nog steeds een ontzettend plezierig spel. En ik heb 3 uur schik gehad met het spelen van deze worker placement. Maar ik vond de verhouding van de hoeveelheid tijd en energie die ik erin gestoken heb, en wij speelden redelijk snel, ten opzichte van het verhaal en wat het spel daadwerkelijk is, niet helemaal de balans die ik zelf zoek. En dat maakt dat het een goed spel is geworden in plaats van een erg goed spel. En daarom een 7 heeft gekregen. Spellen Zolder.